En we gaan van hem horen een tango uit de Spaanse stukken van Albéniz en een etude van Björk. Thank you.
vind ik als iemand zijn instrument tussen zijn benen. Dat is ook niet de eerste keer. Ja, eigenlijk vond ik het wel leuk. Ja, ik had wel zoiets een keer op de muziekschool gedaan, maar dat is wel weer heel anders. En op welke muziekschool zit je? De muziekschool in Utrecht. En bevalt het je daar in Utrecht? Ja, absoluut. Ja, mooi, ja, mooi. De klarinet, zo de klarinet. Nou, ik wil eerst een tijd trompet spelen, maar toen ben ik een keer met een concoursus op die muziekschool begonnen. Dus dan ga je allerlei muziekinstrumenten proberen. En toen uiteindelijk ben ik toch op de klarinet gekomen. En zijn er nog meer mensen in jouw familie die muziek maken? Ja, mijn broer die zit daar, die speelt elektrische gitaar, die is meer van de rockmuziek. Ja, en mijn moeder die heeft vroeger blokfluit, dwarsfluit, saxofoon gespeeld, maar die speelt nu, die doet dat nooit meer dus. Maar voor de rest, de vader speelt niet. Ja, dat is helemaal niks. Maar ja, goed, jij in ieder geval wel, je broer ook. Hartstikke leuk. Spelen jullie wel eens wat samen of is jullie smaak toch zo verschillend? We hebben één keer een stuk, toen mijn oma 75 werd, dat mijn broer zijn leraar had een compositie gemaakt, maar dat kwam toch wel een beetje richting zijn kant. Dat was niet echt, dat was meer rock. En vond je oma dat ook leuk? Ja, die vond het wel geinig. Hartstikke mooi, ik wens je heel veel succes. Ik ga het programma vervolgen weer met